gehoorzamen, betekent het dat we in zonde leven. En God kent geen grote zonde en kleine zonde. Zonde blijft zonde in Gods ogen. En ik zeg ook, God is liefde. En als de liefde van God in ons is, dan moet het kunnen uitstralen in de kerk bij jullie allemaal. Maakt niet uit of we rijk zijn, of arm zijn, oud zijn, of jong zijn. Zijn zeer belangrijke dingen die we moeten weten. Wanneer God liefde is, dan moet die liefde werkelijk in ons zijn. Wij moeten eigenlijk vergeving vragen aan God. Wanneer wij vergeven, elkander vergeven, dan kan God ons ook vergeven. Want als jij niet kan vergeven, kan God jou ook niet vergeven. Dat is duidelijk. En ik zeg altijd, wanneer je iets hebt tegen mensen, bijvoorbeeld, je praat gewoon niet met iemand al jaren, maanden of weken of misschien een paar dagen. God zegt, ga naar de persoon en maak het goed. Want als jij niet kan vergeven, ga je ook niet kunnen vergeven. Want wij mensen denken van, ik ga niet bij de persoon, stel ik heb iets met iemand. Ik wil het goed maken. En dat moet je eigenlijk doen. Hoe groot het ook mag zijn. Boy is sakafasi konasma. Accept pardon wat je gedaan hebt. Wees aan een die pardon. Maar jij hebt gegeven. Je hebt gevraagd en ze zegt misschien ook niets. Maar jij weet, je bent schoon van binnen. Je bent rein van binnen. En dat wil God van je. Anders is het een belemmering voor jou. Wanneer je tot gebed gaat bij God. God gaat jouw gebed nooit verhoren. Weet u waarom? Omdat die Abi Pita Ati is Ligisma. Alles uit je ouders, je zusters, je families. Mensen in de kerk onderling. Je Abi Pita Ati wat u normaal lust doet. Je moest maar los en vergeet, dan kan ik ook vergeef je ook toe. Maar als je nog maar doet dat, dan nooit was van je baby. Voor die dag wordt dit maar een tetrajari. En morgen dat nooit gaat God je gebeden verhoren. Nooit vergeten. Het gaat altijd een belemmering voor jou zijn in jouw leven. Waarom kom je naar de kerk? Je naar Galopchi, toch? Dat je gewoon naar kerkie, Garota Mina Lobby. Ik ben liefde. En die liefde moet echt geraffeerd zijn in ons hart. Wanneer jij niet kan loslaten, gaat niemand je kunnen loslaten en God ook niet. Je moet vrijkomen, broeders en zusters, van elke zonde. Je moet je zonde eerst gaan beleiden bij God. En dan ga je tot de broeders of zusters of wie dan ook in je hart is. Toch? En dan kan je vergeven worden door God. Maak het goed als jij weet dat je een van de mensen bent die met bitterheid zit. Ga bij de persoon. Is niet een groot ding. Boy, ik zeg van je konasma. Dat sami ben nu om een jaar. Nee, als je pardon. En ik was van je pardon. Zeg, dank je wel. God gaat je zegenen. En als je van je pardon, je hebt je werk gedaan. En jij bent vrij. If as manowani, dan owani. Dat is wat ik jullie wil zeggen. Het is echt belangrijk om elkander te vergeven als u verraadt, als u Gods kinderen bent. Want als je gebonden bent, dan is het ook een belemmering voor jullie allemaal. We moeten loslaten. En God zal je ook loslaten. Dat is wat ik jullie wil bemoedigen. Ik zeg niet dat jij of jij zo ver of ik, maar is een bemoediging, want dagelijks zie je zoveel dingen gebeuren. En soms komen mensen God zegen met tegenzin. Ik zeg altijd, als je iemand God zegen wil wensen en je doet het met tegenzin, doe het alsjeblieft. Ga er ook voorbij, want kan ik in oma asma, je wakana bita ati, en boom, in loes desani, dat na die tibri, dat
Dat is duivels. Dus wat ik wil zeggen, ik lucht ook mijn hart omdat God tot mij gesproken heeft. En ik zeg, het is al 2 weken voorbij, dus ik ga dit zeggen.